Sofie Van Houtven. Uiteindelijk 0-4. Ik denk wel een tal overdreven uitslag. Ja, ik denk als we het beloop van de wedstrijd zouden herbekijken en ook hoe dat we het beleefd hebben, denk ik dat 4-0 wel overdreven is. Ja. Omdat we vaak toch ook de wedstrijd wel onder controle hadden. In die zin dat we niet heel veel kansen weg hebben gegeven, maar vanaf die tweede goal is gevallen, hebben zij wel veel kunnen creëren eigenlijk. Die viel natuurlijk op een heel slecht moment. Op dat moment had Genk de wedstrijd een beetje in handen, zette hoog druk. Dat stond daar niet zo makkelijk mee. Ja, dat klopt. Daar zijn wij inderdaad verrast op die goal. Kunnen we dan zeggen misschien dat het ook een heel effectief standaard was? Uiteindelijk 4-5 echte kansen die op loop komt? Ik denk zeker dat ze een van hun efficiëntere wedstrijden zullen gespeeld hebben. Uiteraard zie ik die niet elke week spelen. Maar dat denk ik toch wel, dat ze vandaag zeer efficiënt en gretig ook. Er staat natuurlijk voor hun heel veel op spel. Ja. Begrijpelijk ook, maar ze waren zeker efficiënt. Ja. Nu hebben jullie nog één topper. Jullie willen absoluut een topper winnen. Volgende week in Gent. Dan moet het volgende dat week. Dat zal moeten gebeuren dan. Het zal volgende week moeten. Het zal ook een moeilijke wedstrijd worden, maar ik denk toch dat Gent ook gisteren wel een knakje gekregen heeft. Ja, ik denk ook wel dat dat voor hun... ze moeten nu sowieso ook. Ja. Ze moeten als ze kans willen maken. En in Gent, dat gaat altijd een spannende wedstrijd zijn. Nu vandaag ook, er zat er eigenlijk nog veel in tot die tweede goal valt. Dus we mogen zeker onze kop niet laten hangen. Ja, ik denk dat we dat kunnen concluderen. Als we vandaag Genk zien, dan is er een grote evolutie gemaakt door het seizoen. En met 1-2 gerichte speels kan dit Genk wel de toppers gaan doen. Ja, dat denk ik ook. Er staat een goede basis en wij groeien en we willen ook vechten voor elkaar en werken. Dus en op elke lijn of op een bepaalde plaats nog transfers, dat kan ons wel helpen om efficiënter te gaan voetballen. Voor jou persoonlijk, er staat nog een EK op het programma in Nederland. Dat is wel iets waar je waarschijnlijk heel erg naartoe heeft. Ja, ik ben daar wel mee bezig. Natuurlijk probeer ik nu wel zoveel mogelijk wedstrijd per wedstrijd te kijken. Het seizoen zo hoog mogelijk niveau uit te spelen. En dan knallen en hopen op die selectie en meer. Ja. Oké, goed. Dan wens ik je veel succes de komende 2 weken en een goed EK. Dankjewel.